Ja, lieve vrienden, ik zag, en dat op deze tijd van het jaar, een zeehondje. Nou ja, ik zag meer hier, maar ze zijn zo snel. Ik had ook heel hoog bezoek, ja. Ze kwam enkel niet binnen, maar ik had weer een kerstengeltje, laat me zeggen. Die kwam mij wat brengen, ja, een kerstgeschenk. Hoe leuk is dat als je dus wordt verrast door een kerstengel met een kerstgeschenk. Ja, lieve vrienden, ik zag, en dat op deze tijd van het jaar, een zeehondje. Nou ja, ik zag meer hier, maar ze zijn zo snel. Ja, ik zag weer even boven water. Jullie denk ik helaas niet. Dan ben je met die meiden aan het lopen en die blijven weer eens niet zitten. Elwing die zag er ook, of hem, weet ik veel. Ja, gaat die kant natuurlijk weer op, hè. In plaats van terug. Ik dacht al, ik kom eraan gelopen en het water is eigenlijk zo goed als vlak, zoals jullie zien. Maar aan die kant was het aan het golven, dus hij kwam daar vandaan. En dan baal ik, want dan zie ik hem niet meer. En dan zal ik wel die kant op gaan. Hij zal heus niet terugkeren. Ja, ik zie hem in een cirkel weer. Maar eigenlijk vlak voor die witte auto in het water. Ik zag weer een cirkel. Dus daar in die buurt zit dat beestje. En dan word ik eigenlijk als het ware gek in mijn kop als ik dat zie, ja. Dan wil ik het jullie laten zien, maar dan zal je dat beleven, dan gaat het weer mislukken. Maar er is dus weer een zeehondje binnen. Ja, waar is die nou, hè? Elwing. Kijk, boven ben je groot. Ja, ik weet het niet. Hij is die kant op gegaan. Ik zie hem niet meer. Jammer. Blijf, hè? Blijf. Ja, ik heb weer een zeehondje gespot. Heb je een zeehondje gespot? Ja. Hij ging naar die bocht toe. Okay. Klaar, Rijka. En aangezien dat ik een vlogger ben, ja. Oh, bent u een ja. Nee, geen vlogger, dat is mannelijk. Oh, dat is een vlogster. Ja, zeker. Ja, ik ben geen man. Nee. Ja. Nou ja, wie weet. Hou je mobiel maar bij de hand. Ja, dat doen we. En dus, nou ja, wij gaan toch maar weer verder lopen, want het is een roetje koud. Kijk, daar zie ik weer kringen. Voor dat bootje, voor dat. Daar zien we kringen. Dus hij zit daar al nu. Ergens. Nou ja, we zullen daar wachten.
Misschien dat we hem straks tegenkomen. Je weet het maar nooit. Een hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon bij aanbeland. Hey, grote meid. Het is vandaag alweer reeds donderdag. De 14e van de 12e 2023. En we leven precies op de computer gezien 11 uur. Ik ben er al een geruime tijd eruit en ik was even met wat andere dingetjes bezig, maar ik ga nou even met mijn meisjes eruit. Ja, ze zijn al wel even in de tuin geweest, maar ze hebben niks gedaan, maar dat maakt allemaal niet uit. Ja, ze zijn in ieder geval buiten geweest en wat ze daar doen, dat weet ik niet, maar ik heb gezien dat ze niks hebben gedaan. Ja. Ze zijn aan het spelen geweest. Nou, dat moet ook kunnen. En dan heb ik weer een haak aan mijn duimnagel. Gaat goed hier, maar niet heus. Maar in ieder geval, ook komt Willy vanmiddag weer. Wat de rest gaat gebeuren, weet ik niet. Ik weet wel dat ik weer een vlog in elkaar moet zetten. Want ik loop een heel eind op achter. Want er staat vanmorgen niks. Vanmiddag om 14:30 komt er eentje online die ik gisteren heb gemaakt. En ja, nou moet ik weer eentje maken. Vanmorgen, maar eigenlijk moet ik. Maar ja, het vet is er niet. Nee, ik lag gisteren ook heel vroeg op bed voor mij doen, om voor enen. En ik sliep ook zomaar. En moe, je wilt niet weten. En dan was ik vanochtend vroeg, al heel vroeg weer wakker, vanwege madame Rijka, want die moest er weer uit, moest een plasje doen. Dus dan vlieg je daar maar weer achteraan. En het was nog donker. Ik denk, nou, weer lekker naar bed, weer lekker slapen. Ja, aan je hula hoep. Ik ben nog steeds wakker. Ken je dat? Proberen te slapen en niet in slaap meer komen. Nee. Hé, meisje. Maar daar kan zij ook niks aan doen. Nee, als ze plassen moeten, moet ze plassen. Zo simpel. Wij gaan ook naar de wc. Ben ik ook gelijk geweest. 11:00, zegt hij. Maar het is 11:02. Dus je loopt weer achter. 2 minuten. Weten we dat ook weer. Maar in ieder geval, we gaan er gewoon wel weer een gezellige boel van maken. We proberen het gewoon. Ja, toch? Ja. Ik moet enkel nog een adres achter zien te halen. Want dan moet nog eigenlijk 1 kaart versturen. Maar ja. Ik moet eerst het adres zien te vinden. En dat weet ik niet te vinden. Nee. Dus ja. Dat moet ik dan even navragen. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Ja. En we zien het wel. Het staat ook zover. Ik weet niet eens niet. Maar daar is een boekje. Moet ik ook nog even naar kijken. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. Het is hier weer grijs en grauw. We zouden regen krijgen. Ik heb het nog niet gezien. Ik heb het ook nog niet donker zien worden op mijn poort. En het zou tot 1:00 aanhouden. Nou, eerst zien dan geloven. Het waren kleine heuveltjes. Nou ja, we zullen wel even koekeloeren. Moet hij wel laden willen? Ik zie niks laden. Oh, nou pas. Nou, het moet nu regenen. Het regent niet. Zien jullie het? Ja. Moet nu dus regenen. Gaan we naar die andere. Nou ja, het is zo'n klein piekje dat het valt niet eens niet te zien. Niet noemenswaardig dus. Ik geloof dat het hier ergens overheen vliegt. Ja. Maakt er allemaal niet uit. Komt allemaal wel goed. Ja, we hebben gewoon volgende moed. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Zo, lieve vrienden. Nou, Willy die is boven bezig. Die is net naar boven gegaan, maar ik had ook even heel hoog bezoek, ja. Ze kwam enkel niet binnen, maar ik had weer een kerstengeltje, laat me zeggen. Die kwam mij wat brengen, ja, een kerstgeschenk. Nou, hoe leuk is dat als je dus wordt verrast door een kerstengel met een kerstgeschenk. Dat is zo leuk, hè. Maar ze wou niet binnenkomen, nee. En dan komt Willy naar beneden, gestampt, gevoed. Daar is ze. Wie? Onze Willy, jij dus. Oh, ik dacht iemand anders. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik laat het jullie zo zien.
En jij blijft hier. Ja, meneertje Kandel, die zit onder de tafel. En die zit te spinsen op naar buiten toe. Zal ik zakken gooien, jongen? Ja, maar kijk. Onder de tafel. Auw! Hey, meneertje Kandel. Hé, hey, Smit. Ja. Boefie. Hé, hey, ga je mee? Je bak is schoon. Ja? Ja? Hey, kom maar. Ga je mee? Ja? Ga je mee? Ach ja, moet kunnen. Ga je mee? Ciao. Doei doei. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Dus ja, maar in ieder geval, ja, ik kreeg dus met een brief erbij. En hartstikke leuk, ik ben er reuze blij mee. Ja, één ding hangt al, dat zal ik jullie ook even laten zien. Ook even hier naartoe. En dan moet ik denk ik even inzoomen, het hangt ergens voor hoor. Eventjes inzoomen. Dan hangt er achter hangt er wat geels, maar daar moeten jullie niet op letten. Ja, daar hangt hij. Dat witte ronde ding met een huisje en de kerstman en een kerstboompje. En er bovenaan hangt nog een sneeuwvlokje, maar die is gekanteld naar boven. Daar kan ik ook niks aan doen. Die zat erbij. Nu weer terug. Zo, uitzoomen. En dat lintje zat er ook omheen. Ik zal meteen ook een plekje geven. Nou, dan gaan we hier naartoe. En dat zat aan dit kaartje. Daar zat het aan. Dat is leeg. Maar hier hing het aan. Nou, en dan had ik deze ster. Nou, dat was vastgebonden. Dat oogje. Dat is een oogje. En er zitten chocolaatjes in. En deze zat erin. Nou, deze is zo leuk. Ik zal hem even aandoen. Zo. Nou, hoe leuk is dat? Zo leuk. Ja, ik vind hem zo leuk, zo leuk. Dus, nou, en een brief erbij uiteraard. Ja, ze noemt zichzelf niet een kerstengel, terwijl hij het vorig jaar wel een kerstengel was, maar een kerstpresentje, nee. Je brengt een kerstpresentje, maar je bent zelf dan een kerstengel, want ze mogen hun naam niet zeggen, niks. Maar zo leuk, zo lief. Ja, dus. Ik ben er helemaal blij mee. Ja, wie het kleine niet eert, is het grutte niet weert, zeggen we dan. Nou, het is mijn klein geschenkje, doe drie dingetjes. Nou, en daar zitten dan chocolaatjes in. Nou ja, hoe leuk toch? En dan dat houten dingetje, hè? Dat zat erbij op dat kaartje. En dat zat dus zo. Ja, hij was uit. En dan lag het zo op dat houten ding. En dan zat er van dat plastic, wat je ook om de bloemen doet, zat er omheen. Met een lintje. Nou ja, hoe leuk toch? Geweldig toch? Ja, er werd voor op het keukenraam geklopt. Dus ja, ik denk, wat is dit dan? Iedereen weet dat er achterom moet komen. Plus ik heb een papier op het raam van de buitendeur ingang om de hoek. Ja? Ik geloof dat ik het zelfs op het keukenraam heb, weet ik niet eens. Uit mijn hoofd. Kun je daar gaan? Ja, daar staat het ook. Ingang om de hoek. Ja? Dat is die. Maar dat staat ook nog een keer op de deur. Maar ze klopt op het raam en ze loopt weer naar de deur. Ja, hallo, loop even om, denk ik dan. Niet wetende wie of wat het was. Nee, dat wist ik niet. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Het is geweest en het was hartstikke leuk. Maar binnenkomen, nee hoor, want die ging tekeer. En die dame ging tekeer.
En laat ze de poort ook nog open, dus ze konden naar buiten vliegen. Ik zeg, alsjeblieft, ik zeg, doe die poort dicht. Ik zeg, dan ben ik die honden kwijt. Niet dat ze weglopen, maar de straat is er vlak achter, weet je. Dus dicht dat ding. En nou, die deed ze er nog dicht. Ik zeg, kom dan maar naar binnen. Ik zeg, want ik stook niet voor de buitenwereld. Nee, dat doe je toch niet. Dus ja, toen kwam ze dus niet binnen. Nee, zegt ze, ik ga ook weer. Ze zegt, het is niet de bedoeling dat ik binnenkom. Nou ja, vorig jaar kwam die andere wel binnen, maar nu dus zij niet. Ja, het is maar net wie krijg je. Maar ik bedoel, met dat slechte weer, kom alsjeblieft even 2 tellen binnen. Ja, toch? Ja, gewoon binnenkomen. Maar oké, okay, ik ga weer verder, want ik was bezig met voorbereidingen aan een vlog dat Willy kwam. Nou ja, toen hebben we eerst maar een bak koffie gedaan en een gebakkie, want ik heb gebak in huis. Lekker, 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 lekker. In plaats van een koekie, een gebakkie. Een appelkruimelflight, zo'n halve. Was in de aanbieding. Dus ja, alles wat in de aanbieding is, kan je meenemen. Ja, toch? Ja. Maar nou ga ik daarmee verder. En ik ben bezig met een tekst te verzinnen. Het is gelijk tevens een plaatje voor bij de vlog. Zowel een plaatje voor op Facebook. Maar ik wil hem ook naar TikTok hebben. Ja, dus dat komt allemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Maar geniet gewoon ook weer een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, dat ik heb er weer het een en ander branden. Enkel dat moet nog aan. Maar ik wou dat toch wel even laten zien, nou in het donker. Ja, hoe vinden jullie dat? Mooi, hè? Ja, ik vind het zo'n leuk dingetje. Kerstboompie met de piek erin en een sneeuwpoppie. Echt leuk. Echt zo leuk. Ja. Ja, echt waar. Ik vind het gewoon bijzonder. Maar deze is ook bijzonder hoor. Die zal ik weer eens even laten zien. Mooi, hè? Het enige wat ik een klein beetje jammer vind is die herrie. Maar ja, dat is het motortje, hè? Om de boel op gang te krijgen weer. Hup, gaat hij weer. Maar voor de rest, nou, als je het geluid wegdenkt en hele zachte muziek erbij, dan is het heel iets moois voor in een snoepzoekkamer. Voor die invalide mensen die dat nodig hebben. Ik vind hem echt bijzonder. Maar ja, ik doe hem weer uit. Het vreet batterijen. Zo. En ja, ik zal jullie weer even omdraaien. Want jullie staan 1, 2, 3 niet goed. Zo. Het klepje even zo. En dan weet ik nog niet of jullie goed staan. Ja, valt mee. Zo. Maar in ieder geval, ja, ik ga zo even een hapje eten voor mezelf klaarmaken. Daar moet nog muziek onder. En switchen tussen, dan is die ook klaar. Dus mooi op tijd ermee klaar. Ja, dat ga ik ook eerst doen. Dan ben ik misschien klaar voordat goede tijden, slechte tijden komt. En ik hoef enkel maar mijn eten op te warmen, want dan staat in de koelkast al klaar. Dus dat komt ook helemaal goed. Dus ja, lieve vrienden, ik wens jullie natuurlijk vanaf deze kant samen met de meisjes een hele fijne, liefdevolle avond toe. En tot later. Genieten, hè. Van alles genieten met wat jullie doen. Ja, want anders kom je er niet. Blijf genieten. Doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer eventjes bijeen om
natuurlijk van deze dag afscheid te gaan nemen en naar een nieuwe dag toe te gaan. Dus ja, ik zeg gewoon weer op zijn oude Hollandse manier lekker slapen gaan. Ja, wel trusten en mooie dromen. En ja, hoe laat leven we alweer? 1 uur 39, dus de hoogste tijd om weer naar boven toe te gaan. Dus nogmaals, wel trusten, mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!